Esther en Lize, hallo. Wij zagen elkaar, ik weet niet of jullie het nog weten, maar wij hebben elkaar 3 weken geleden gezien op de finale van The Masked Singer. Hebben jullie die al verteerd? Eigenlijk nog altijd niet. Dat was de meest hallucinante avond van ons leven. Allee, ik weet niet of dat bij u zat. Ja, ik was een beetje overprikkeld, maar dat was wel heel erg leuk. Dat was de max eigenlijk. Ja, dat was de perfecte icing on the cake van wat een zalig avontuur was. Ja. En nu vandaag het Gala van de Gouden Kaas. Wat komen jullie hier vandaag doen? Wij mogen een Gouden K uitreiken voor de beste artiest. Dus ja, spannend. En we mogen ook nog een keer onze robotpakken aandoen. Dat is ongeveer al 8 maanden geleden. Dus ja, het voelt als thuiskomen op een gekke manier. Zie je het zitten om terug in dat pak te kruipen? Ja, helemaal. Ja, want dat was, we hebben daarnet al even het pak aangedaan in de repetitie en dat voelde echt als thuiskomen. Zelfs zo de geur van dat pak en van die plastiek en van die rubber en van het zweet ook natuurlijk. Ja. Maar dat voelde heel vertrouwd aan. Dat was gek, hè, want je matcht dat met een andere locatie. Maar, ja. En wat wil jij nog zeggen, Lize? Ja, nee, de geur was zeer herkenbaar. Ook daarna, ja. Zeg, het thema is superhelden. Lize, ik zie dat jij toch wel een beetje spacey verkleed bent, hè? Ja, ik ben er wel voor gegaan. Ik heb een beetje een cape aan. En ik heb ook een kroontje aan, die een beetje doet denken aan Wonder Woman, heb ik al gehoord. Dus ja, het is zo de eigentijdse versie van een superheld, denk ik dan. En alle shout-outs naar mijn stylist, want zelf had ik het niet gekund. Het is echt, je ziet er vrij cool uit, vind ik. Het ziet er echt cool uit. En Aster, ben jij dan de second best man? Of, Ja, ik ben zo wat. Weet je, Lize had daar een outfit eerst en dan moest ik mij daar een beetje naar kleden. Wat dat wel vaak zo is. Dat is wel leuk. En ja, ik ben voor zwart gegaan en ja. Ik vind dat we goed samenpassen. Zwart past op alles, Aster. Ja, dat is uiteindelijk waar. Dat is ja, heel schoon. Zeg, gaan jullie nog programma's samen doen in de toekomst? Ik kan er alleen maar op zeggen, dat weet ik niet. Ik zou graag met Lize nog iets doen, maar we hebben allebei andere carrières. Dus allee, als onze carrières elkaar raken, graag. Maar dat is nu niet onze eerste bekommernis van oké, nu moeten we terug. Want zij is actrice, ik ben sportjournalist. Dus veel raakvakken zijn er niet. Maar als er iets komt, graag. Enfin, ik het toch. Je moet er met twee voor zijn natuurlijk. Maar ja. Wat vind jij, Lize? Ik vind, zeg nooit nooit. Ja. En dus wie weet, hè, als er iets op ons pad komt. Maar het zal nog niet voor direct zijn.